Staan we weer in de garagebox. Jee, Desco Zonder, je naam is Casper. Welkom weer bij een nieuwe episode van Let's Play Euro Truck Simulator. Jee, hartstikke fijn. Even een klapje. Dankjewel. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Oké, dan. Hompa. Pardon? Oké. We gaan even een stukje trucken. Voor mensen die niet weten waar ik ben. Laatste livestream. Oh. Die ik gespeeld heb, zijn we aangekomen in Turkije. Dus we gaan een stukje in Turkije rijden. En ik wil eigenlijk de loopjes niet meer zo heel erg lang maken. Ik zat aan het denken, kijk, ik zit dus nu in Turkije. Om dus gewoon nu of naar Halleluja, Tekirdağ te rijden, of naar Istanbul. Bij gewoon naar Tekirdağ. Tekirdağ. Ja, mijn Turks is niet echt een van de beste, zou ik zeggen. Kijk of we daar een vrachtje naartoe kunnen rijden. Dat die zo heel lang duurt namelijk. Ja, hier is er eentje. Die gaan even rijden. Yo, Zulubako. Laten we maar een stukje gaan skuren. Oh. Ik had deze garagebox trouwens ook nog niet geüpgraded. Moest ik ook nog doen. Weet je het nou? Maar hij is nu geüpgraded. Ja, in de laatste livestream zijn we dus inderdaad aangekomen in Turkije. Nu doen wij alleen dus Tekirdağ. En de volgende ronde is het Istanbul aan de beurt. En zijn we weer klaar met Turkije. Ja, dan ben je zo lang bezig en dan is daar maar twee steden en dan is het alweer klaar. Die ergens zijn hier. Oh, daar zijn we. Collega. Ik heb trouwens nog helemaal geen collega's van mij gezien, trouwens. De laatste keer ook met de livestream. Mocht je die trouwens nog willen terugzien, check even mijn filmpjes. Of check even mijn kanaal. Ja. Dus ik even onder Euro Truck livestreams naar Turkije. En daar staat die wel bij ergens. Of ik zet hem even hier in de beschrijving neer. Misschien wel handiger. En, oh, rotonde. Huh? Wat een rare rotonde zit, joh. Ja joh, ga lekker door joh, prima. Is de vrucht hierin? Hierzo? Ja, hier moet ik in. Oeps. Hier moet ik ergens zijn. Oh, ik zei al. Hallo. Wat bist u? Hier zo. Ik rijd dan weer gewoon vlug langs in. Serieus? Hé, hey, dit is lekker dit. Hier zijn. Ik dacht al, ik rijd helemaal verkeerd, maar hier moet ik dus zijn. Ik kan halen zo. Oh, ik zit nu tegen een paaltje aan. Zo haal denk ik. Jawel, kijk hier. Oké, hier moet ik dus zijn. Hallo. Hier zijn joh. Blijkbaar wel. Oké. Hoppen. Enter. Ik gebruik mijn eigen trailer. Jee. Daar dus heen. Die ja. Die is het toch? Ja. Redine. Want daar ben ik nu natuurlijk. Ja. Dan kan ik de naam van hier nog door naar Istanbul. Dan rijden we van Istanbul weer terug naar het Redine. Dan heb ik het rondje Turkije erop zetten. En dan gaan we daarna naar Bulgarije. Want die heeft wel wat meer, zie ik. Laten we dat maar even gaan doen. Oké, waar moet dat ding nou weer neerpleuren? Hallo? Oh, daar. Oh, ik ben zo schil als een kikker. Ja, we doen wel kiks professioneel. We gaan ook een keer auto een keer inladen. Hier heb je wel redelijk wat ruimte hier, dus hier kan het wel, ja.
heb je tenminste zo'n beetje ruim plek. Lomp. Ik zei wat, dat het niet zo moeilijk was, zei ik toch? Maar ik weet niet wat ik nu aan het doen ben, maar... Het ziet er niet echt heel erg handig uit, zo zeggen. Ja, dat heb ik ook niet echt een top weekend of een top week gehad ook trouwens. Deze week er is van alles verkeer gegaan. Allemaal met mijn zusje in het ziekenhuis. Gelukkig op de borst. Gelukkig konden ze daar niks vinden. Dat was wel heel erg prettig. Ja, fijn om te horen. Maar toen kwam het ergste nog. Het werken. Ik kan nog een behoorlijk wat over vertellen. Oké, motor op stop gezet. Laten wij eens het boel gaan inladen. Na dit amateuristisch gedrag van mij weer. Zo. Oké, laten we maar weer gaan vertrekken. Heb ik trouwens mijn raam open? Dicht zitten? Oké, mijn raam dicht zitten. Oké. Oké, laten we hier maar weer gaan vertrekken. Ja, wat ik al zei, mijn werk gisteren ging ook niet meer goed. En nou, wat is er gebeurd? Nou, we hebben zo'n, om het een beetje normaal uit te leggen, we hebben dus een vaatwasmachine. En dat is een bandmachine. Iets op de band. En dan rolt het de machine in. Het is gewoon een lopende band, zo moet ik zeggen. En daar doe je dingen in en dan rolt het aan het einde van de machine, rolt het er weer schoon uit. Je moet daar geen klein spul in doen. Dan krijg je band op last. Er blijven soms dingen haken aan die band. En dan zit het gewoon nu vast. En je raadt al wat er gebeurt gisteren. Klopt band op last. En dan zat er een bakje echt precies bekneld tussen de kamer. Want het ding heeft dus drie kamers. Kamer 1 is de smeerkamer. Kamer 2 wordt de vaat wordt dan goed gereinigd. En kamer 3, dan wordt de vaat gewoon schoongespoeld met schoon water. Maar in kamer 3 en 2 zit dus precies een mooi nisje. Ja, het zit alles een beetje goed vast, ja, om het allemaal een beetje netjes te houden, met qua smeerheid en schoonheid. Zet het bakje zit daar precies tussen kamer 2 en 3 zit het bakje vast. En ik kreeg er met geen mogelijkheid meer uit. Dus ja, dan weet je het al, hè. Papa zit kapot, dus dan weet je het, hè. Met de andere wassen. Beur is weer in de stress, collega's boos, ja. Maar uiteindelijk een big shout-out naar de jongens van Motorvertuigen. Daar hebben we een big shout-out. Shout-out! Die hebben dat bakje eruit kunnen krijgen. En dan de leraren. Motorvertuigen. Die hebben die band, eigenlijk het tandwiel, dus er hangt een ketting omheen. Die hebben ze eraf gehaald. Dat die band los zat. Als ze die band weer terugduwen, dan komt het bakje eruit. Nogmaals, dikke shout-out naar de jongens van de Motorvertuigen. Super. Nou, gistermorgen kom ik op Delta College aangereden met mijn auto. En daar hebben ze een mooi schans naar beneden toe. En ik kijk altijd heel goed uit. Want ja, die stoeprand is daar wat hoger als de normale stoeprand. Alle passen als je daar met je vogels rijdt. En gistermorgen... Oké, top. Dus ook weer een stuk veld eraf. En wat ik al zeg... het gaat allemaal heerlijk. Ik heb trouwens een streamdeck muziek. Dat is deze. Ik weet trouwens niet waarom ik die er überhaupt onder heb gezet trouwens, maar... Thank you very much. Dat vind ik een mooie dan. Thank you very much. Het gaat allemaal niet zoals volgens plan. Nou, ik heb ook nog weer met Stream Deck nog weer een leuke actie. Ik heb dus een Stream Deck. Ik weet niet wat een Stream Deck is. Dat is ook fijn, ik jullie graag even naar mijn filmpje over Stream Deck. Ik blijf ook niet aan herhalen. Dat ik iedere keer te zeuren van je hebt dus 15 functies op de streamdeck zitten. Om daar dus standpunten onder te koppelen. Via OBS of via XSplit of via welk broadcastprogramma je ook maar gebruikt.
En ik had dus de feiten kloppen vol zitten. En baalde ik een beetje. Ik was tegen het oude vloeken. Van ja, daar heb ik niks meer. Moet ik een nieuwe stream daar kopen. Bla bla bla. Wat schetst mijn verbazing dat er gewoon meer opties op die streamdeck zit. Ik zag in één keer een Twink staan. Ik klikte daar eens op. En toen kreeg ik mijn hele streamdeck weer zwart. En daar kun je de nieuwe functies op onder plakken. Dus je kunt in totaal 50 keer 10 functies onder je streamdeck zetten. Ik moet hierheen. Dus dat is weer fijn. Die fluitketter moet ook, zie ik. Tolweg op. Ik ook. Met je pok maar doen. Weeg hier ook. Druk op enter. Oké, nou dankjewel. Dat is toegewenst. Dus ook. Heel fijn, dus ik heb dus nu al de boel al een beetje veranderd. Ik heb nu al, je moet natuurlijk wel een terugtoets en een vooruittoets plakken op die Stream Deck. Nu heb je geen 15 toetsen meer, maar je hebt nu 13 toetsen die je dus kunt invullen. Ik heb nu al een complete muziek Stream Deck. Ik heb deze. Die. En ik heb deze. Maar deze vind ik eigenlijk het mooiste. Ik gebruik het ook heel vaak voor de begintune van de streams die ik doe hier op mijn kanaal. Maar ik ga even lopen, gezellig. Wil je die een keer zien, die streams? Dat kan, hè. Iedere vrijdagavond zijn we online vanaf 9 uur. Tot 10:30 en dan ga ik naar het Formule 1 café. Het Race Café. En ook op zaterdagavond zijn wij redelijk tot vaak online. Behalve als kwalificaties zijn voor de Formule 1 of dat er een Nesca of IndyCar op is, kwalificatie, dan kijk dat. Dus is dan ook algemeen wel redelijk vaak online. Op zaterdagavond zal het waarschijnlijk vanaf 9 uur. Dus ze zeggen, wil je dat een keer zien? Kom een keer gezellig langs. Op de streams hier, Deskrim Zonder. En dan zou ik ook zeggen dat jullie het gelijk hebben om te abonneren. Geef een luil op die bel. Blijf op de hoogte. We moeten nu op de 151 abonnees. As we speak. Dat wordt een hele goede kant op. Komt op dat trouwens. Ik heb binnen een 2 maandjes nu 50 abonnees erbij. Ik ben wel heel stoer voor mezelf. Ja, ik ga nu wel een beetje op voet verder. Ook zag ik dat trouwens de Seabricks filmpjes goed zijn bekeken. De nieuwe, technisch leren variant. Maar ik heb nu ook een andere Lego weer gekocht. Een echte technisch Lego. Dat is een Jeep. Een Land Rover. Daar komt je ook een filmpje van. Ik zit hier op de goede paan. Ik kan gewoon zo rijden, lekker. Ook daar kom je ook een filmpje van uit. Als de Jeep klaar is, ik zit nu op zakje 3. As we speak. Ik denk dat ik inmiddels wel bij de laatste heb. Ook die gaat binnenkort komen. Ik denk dat ik daar zeker mee doorga. Ik vind het leuk. Ik vind het trouwens ook leuk om die filmpjes te maken trouwens. En dan hou ik binnenkort weer eens een dagje naar bezig toe om nog eens even weer te gaan spotten. Dat moet ik een keer gebeuren. Weer serieus voor een. Daar is het ook hier aan. Oké. Dus dat is een beetje de updates nu die je nu allemaal hoort. De updates zijn al weer wat verouderd. Want dit filmpje heb ik afgelopen week al opgenomen. Maar ze dus blijven wel redelijk relevant hoor. Want ja. Ik loop nu een week voor op de filmpjes. Dus dat is ook wel een dingetje, weet je wel. En ja, daar kun je wel redelijk wat alvast van tevoren plannen. Dus dat komt wel goed. Dit wordt een nare bocht trouwens. Dus mocht u nog een keer zin hebben om een keer op een vrijdagavond te komen op de stream. Kom nog eens even gezellig langs. Pak je chips, kopje koffie.
biertje erbij. Lekker op de vrijdagavond hier op Disco Zondag. Ik kom nu wel door een plaats heen, maar dit is een plaats waar ik verder niks heb. Er zijn geen garageboxen. Oh, niks. Nee, dat is wel vreemd trouwens. Ja, ik zag net de DLC van Rusland voorbij komen hier, hoor. Oké, die ga ik ook maar even niet doen. Dit is een ander idee, denk ik. Nee, wat die mannen aan het doen is daar, die Poetin, die... Ja. Dat is ook niet goed. Beelden met al die lijken op de wegen, oh jongens. Ai, ai, ai. Ik denk was het helemaal zo, wat zitten we dan veilig in het landje, zo te zeggen. Vrijheid. En dan maken wij ons zorgen over dat wij in lockdown moeten. En daar gaan mensen dan ook zo over de zeiken. En ja, jongens. Ja. Achteraf had niet gehoeven, maar... Ja. Oké, verder genoeg over gekletst. Ik dacht dat het maar een klein stukje was, maar het is toch wel nog een uur rijden trouwens. Hier rijden we uit die Jinis. Sorry, mijn Turks is niet zo goed. Wil ik wel eens naar Turkije toe? Weet niet. Ik weet niet of ik daarheen wil. Nou, ik weet niet. Heeft Turkije ook hooggebergten? Hoor je dat? Ik weet het niet. Ik kan er geen woord over geven. Als jullie het weten, laat eens wat weten hier onder de comments. Het gaat wel normaal. Ik respecteer iedereen zoals hij is. Dat zeg ik ook altijd met livestreams. Ik respecteer iedereen zoals hij is. Dus respecteer mij ook zo. En mocht je het niet leuk vinden, dan word je gelijk eruit gewipt. Punt. Oké, we moeten hier zo meteen eraf. We zijn alweer aangekomen in... ja, Tirkiter. Intro's. Oh, ik kan het lukken. Oh, dit is lekker dit. Kom maar. Zo, ik denk, daar gaat hij, hè. Daar gaat hij. Baltak. En dan, wieso? Waar moet ik zijn? Hé, hey, hallo. Is er iemand aanwezig? Moet ik hier al zijn? Net al voor die... Ja. Dat vind ik deze gemaakt trouwens. Heb ik last van zuurbranding de hele dag al? Ja, ook fijn om dat even te weten, zou ik zeggen. Hier is die plek. Oh, tuurlijk. Lekker precies tussenin. Nou, weet je, Tess, we gaan het maar gewoon een keer proberen. Nou, hier wel ietsjes, pietsjes zo. Ik zet hem wel even van de buiten neer. Hoor. Buiten even. Lekker. Kijk. Waarschijnlijk de verkeerde kant op. Ja, altijd de verkeerde kant. Ik ben al een behoorlijke dartliefhebber, maar ik heb nou naar die nieuwe bond gekeken op Eurosport. Het is echt... Nou moet ik wel zeggen dat het trouwens wel lukt. Ik ben straks tussen zitten trouwens. Er is één speler die stond op 375 punten. Ja, en die had een eerpijler gegooid. Dan weet je ongeveer ook een beetje wat het niveau is. Enter. Motor wordt opgezet. Oké. Okay. Enter. Nou, hij zegt geweldig. Dat is een heel, heel goed teken. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Hè? Hoe kortere afstandjes hij aflegt, hoe minder XP je ook krijgt. Dus dat is al een dingetje. Oké, maar we hebben toch in ieder geval gefixt. Dit was het voor nu. De volgende keer gaan we naar Istanbul toe. En ik zal even kijken of ik dan misschien hier al een vrachtje kan pakken. Ik zie daar ook geen garageboxen trouwens staan daar. Wel niet. Maar toch eentje. Maar die kunnen we even pakken als wij terug rijden richting Istanbul. Ja, dat wel eventjes. Hey, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Laat een blauw duimpje achter. Niet even om te abonneren. En geef een loopje bel. Blijf op de hoogte. Ik zeg tot de volgende. Shoot de bako. De goede tools. Een dikke dag. Hoi.